Dit is What the Art, een serie gemaakt door de Blikopeners, de jonge medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze keer spreekt Lulu af met Bonne Rijn. Hoi. Hoi. Hoi, ik ben Lulu. Ik ben Bonne. Ontzettend leuk dat je hier bent. Ik heb 3 werken uitgekozen waarmee ik een link naar jou toe kan leggen, zodat ik een beetje vragen kan stellen over je werk en zo. Oké. Ik denk dat ik first and foremost ontwerper ben, omdat dat is waar ik mijn geld mee verdien. En dat is waar ik op dit moment het hardst aan werk. Ik heb die winkel en ik maak die pakken en hou me heel erg bezig met kunst. En dan zou ik zeggen dat ik een soort kleine galeriehouder ben of zo hier in mijn woonkamer. Gaan we hier naar iets kijken? Ja, oké. Okay. We staan hier voor de Malevich-muur. Wat vind je van zijn werk? Ik vind dat heel vet, ja. Ja? Ja. Ook wel een beetje minimalistisch achter. Mm-hmm. Mm-hmm. Ook wel, ja, jouw pakken zijn ook best wel strak eigenlijk. En best wel minimalistisch op een bepaalde manier. Ja. En hoe ben je eigenlijk begonnen met pakken maken en in de mode-industrie gekomen? Ik heb geen opleiding gevolgd of zo. Nee? Dus ik ben gewoon bij een kledingwinkel gaan werken en zo ben ik er eigenlijk toevallig ingerold. Mm-hmm. Ik heb een pak gemaakt, dat heet dus de Bonnesuit. En het idee is dat de perfecte fit en look is voor de begrafenis, voor het huwelijk, voor een club en voor op kantoor. Bij mijn pakken gaat het wel echt heel erg om toegankelijkheid, zeg maar. Oh, ja. En ik vind wel natuurlijk mijn idee het allerbeste idee wat er is. Maar ik wil wel dat zoveel mogelijk mensen daarvan genieten, zeg maar. Ja. Je bent niet soort afgesloten van dit is mijn ding, niemand mag mij helpen. En dus, nee, ik doe alles samen. Ik doe alles met al mijn vrienden. Ik haal heel veel uit mijn vrienden en samenwerkingen. En dat is juist tegenovergesteld van Malevich eigenlijk. Mm-hmm. Want hij had zijn eigen stroming bedacht, het suprematisme. Ja. En hij was van, dit is mijn stroming, ik ben de enige die hierin mag en ik ben superieur aan de anderen. Oh, ja. Ook sowieso suprematisme van supreme, ik ben de beste van alles. Ja, ja. Dat is wel grappig eigenlijk. Ja, dat is heel tof. Ja. We gaan nu verder naar de andere werken. Let's do it. Oké, ga maar rechts. We zijn aangekomen bij het werk. Zie jij verschil tussen deze twee werken? Ja. Welk vind je mooier? Dat weet ik niet. Ik weet niet eens of ik dit werk überhaupt zo leuk vind. Maar ik denk die dan. De linker. Ja. De linker is een origineel. Het is een kunstwerk uit 1965. Mm-hmm. En toen was er dus zo'n de nieuwe moderne samenleving. Mm-hmm. En hij dat gaf een beetje pop art-achtig aan, toch? Ja, dit is pop art inderdaad. En hij gaf eigenlijk de kritiek op dat nieuwe smetloze van de nieuwe consumptiemaatschappij. Het gaat gewoon over decadentie en het verheerlijking van de soort neppe vrouw. En over hoe de vrouw wordt geïdealiseerd en hoe de vrouw er altijd perfect uit moet zien. Ja. En eigenlijk daar kritiek op. Het is toch weer topwerk heb je weer uitgekozen. Want dit zijn gewoon allemaal dingen waar ik tegenwoordig mee bezig ben. Ja. Yes. Want eerst toen je het zag was je van, oh nee. Vind het gewoon niet zo mooi. En ik vind ook in principe ik weet niet. Ik vind het ook een beetje een simpele manier van dat uitbeelden eigenlijk, weet je wel? Ja. Klinkt stom, maar ik had hem zo door. En ik vind het heel fijn als ik kunst niet door heb. Dus dan vind ik zoiets als Malevich vind ik veel spannender. Omdat eigenlijk weet ik echt helemaal niet wat ik daarmee moet. Dan zijn we denk ik klaar voor het volgende werk. Cool, leuk. Nou, waar gaan we naartoe? Links afstaan. Oké. Okay. We zijn hier aangekomen bij Waste van Damien Hirst. Ja. Ken je dit werk al? Ik ken het een beetje, ja. Weet je wat hier in zit? Zie je? Volgens mij is het medical waste. Eigenlijk heeft hij gewoon ongebruikte materialen uit de ziekenhuis gehaald en het verfrommeld. En dus een soort van troef van gemaakt terwijl het nog bruikbaar was. Ja, het was nog bruikbaar. Maar het is wel gewoon typisch Damien Hirst, een beetje moralistisch, simpel dingetje of zo. En dan wel gewoon 8 miljoen voor vragen. Maar vind je dan dit miljoenen waard? Of gewoon omdat het zijn naam is? Ik weet niet of ik überhaupt kunst, whatever voor vorm van kunst, miljoenen waard vind. Nee. Dat is echt iets wat mensen hebben bedacht. Ik geloof
dat mensen samenleven en dat mensen ten opzichte van elkaar functioneren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk voor al mijn projecten, alles wat ik vanaf mijn 18e een beetje ben gaan doen, is dat echt een thema geweest. Ik vind dat je heel erg leuk hebt geselecteerd. Zeg maar een werk waar ik echt iets mee heb, wat ik heel mooi vind, mm-hmm. tot werk wat misschien aansluit bij bepaalde dingen of ja. wat ik ook gewoon lelijk vind en stom. Oké, okay, nice. Ga je missen. Dag Roepie. Later. Zie je snel. En nu wou ik jullie graag zelf een opdracht meegeven. En wat mij erg leuk leek en heel leerzaam voor jullie is dat je in paardjes bedenken wat een mooi ontwerp qua kleding zou zijn bij degene met wie je bent upgeteamd. Laat je daar niet beperken tot kleding voor jongens of voor meisjes. Zolang je partner maar zegt, dit vind ik mooi en dit wil ik dragen. Dat lijkt mij een toffe opdracht.